VVD-licht zo snel mogelijk worden verboden. VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden vindt het niet uit te leggen dat er een zogenoemd pedo-handboek in omloop is, dat vol staat met misbruikfantasieën en tips om die uit te voeren. Maar leidt zo'n verbod tot minder kindermisbruik? Daar ga ik het over hebben met Jeroen van Wijngaarden, VVD-Kamerlid dus, en Arda Gerkens, zij is directeur van Stop It Now, een hulporganisatie voor mensen met pedofiele gevoelens. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Ja, meneer van Wijngaarden, wat wilt u precies verbieden? Ja, het gaat ons om het bezit van materiaal dat seksueel misbruik met kinderen kan bevorderen en verheerlijkt. Dus daartoe aanzet. Want dat bestaat nu al, dergelijk materiaal, en dat mag je nu in bezit hebben? Ja, en om dan even, want dit klinkt allemaal een beetje abstract en juridisch. Maar waar het om gaat is, er is een meer dan 1000 pagina's tellend handboek. Dat is een voorbeeld. Er zijn meerdere van dat soort dingen in omloop, helaas. En daar staan de meest gruwelijke voorbeelden in. Bijvoorbeeld, en excuus voor de... Hey, ik hou het algemeen, maar ik wil daar wel iets over zeggen. Bijvoorbeeld tips om voorwerpen in het lichaam van een kind in te brengen. Welke leeftijdscategorie een man het meeste seksuele voldoening oplevert. Duidelijk te maken waar we het over hebben. Hoe moet je bijvoorbeeld DNA-sporen uitwisselen? En op welke leeftijd is een kind het best in staat om een geheimen te bewaren? Okay. En ja, ik vind dat dus onbegrijpelijk dat dit het maken... of laat ik zo zeggen dat het... het maken en het verspreiden van zoiets als dit, dat is al strafbaar, want dan zet je aan tot een strafbaar feit, namelijk kindermisbruik. Ja. Maar het bezitten ervan niet. En u zegt dat zou verboden moeten zijn als een politie ergens een inval doet en ze vinden zo'n boek, of op een computer vinden ze zo'n boek, dan zou dat strafbaar moeten zijn. Precies. Ja. En dat hebben ze in Groot-Brittannië ook gedaan, en met succes. Want er zijn al een aantal veroordelingen geweest voor het bezit van zo'n handboek. Oké. Okay. Mevrouw Gerkens, u bent directeur van Stop It Now. Ik zei daar net over een hulporganisatie voor mensen met pedofiele gevoelens. En ik zag u toen een beetje verbaasd kijken. Was dat een verkeerde samenvatting van wat uw organisatie doet? Nou ja, pedofiele gevoelens, dat zeggen wij meestal niet zo. Want wat zijn nou pedofiele gevoelens? Wij helpen mensen die seksuele gevoelens voor kinderen hebben, of kinderporno downloaders. En we maken altijd een onderscheid, omdat dat twee verschillende groepen zijn. Oké, goed. In de dagelijkse taalgebruik is dat denk ik hetzelfde. Maar het is goed dat u die nuance aanbrengt. Meneer Gerkens, meneer Van Wijngaarden, die zegt van... dat moet verboden worden, het bezit van dit soort handboeken. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, de vraag is... in eerste instantie is het al zo dat deze boeken verboden zijn. Althans, het oproepen tot misbruik of het hebben van handleidingen tot misbruik. Dat is al iets wat de politie kan vervolgen. Toevallig hebben we hier onze kerstborrel. Ik heb net nog gesproken met het hoofd van het team bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme. En zij zeggen ook van... als we zo'n boek aantreffen bij iemand die ook ander materiaal heeft, dan kan dat ons helpen en versterkend werken. Aanvullend materiaal. Ja, precies. En de vraag is uiteindelijk, en ik denk dat meneer Van Wijngaarden dat ook wil, en dat is ook wat wij willen, dat is waar onze organisatie voor staat, is op welke wijze voorkomen wij nu het misbruik van kinderen? Ik denk dat iedereen dat als belangrijkste doelstelling zal hebben. En dan is de vraag, het hebben van van die wetgeving, zeggen dat het bezit van dit materiaal verboden is. Ja, voorkomt dit dan het misbruik ook van dat kind? En het jammere is dat we vaker horen dat U wilt zeggen, dat gaat helemaal niet helpen als je het verbiedt? Dat weten wij helemaal niet. Er is geen onderzoek naar gedaan. Sterker nog, het kan misschien zelfs risicoverhogend zijn. Hoezo? Kijk, meneer Van Wijngaarden heeft het nu expliciet over dat handboek. Eerder in zijn oproepen had hij het over beschrijvingen van het hebben van seks met kinderen, in de zin van dat je dat in de roman zou kunnen hebben. Het is natuurlijk allemaal materiaal waarvan wij zeggen, het voelt ongemakkelijk, het is niet fijn. Het gaat over seks met kinderen. Dat voelt allemaal heel onnatuurlijk. Maar ja, we moeten ook als samenleving leren leven met het feit dat we mensen hebben in onze samenleving die pedofiel zijn. En misschien is het zelfs wel zo dat het beter is dat zij op die manier een textuele uitlaatklep kunnen hebben, waardoor ze hun gevoelens kunnen kanaliseren, waardoor het misbruik niet plaatsvindt. We weten het niet. Er is geen onderzoek naar gedaan. Maar we roepen dus wel dit soort dingen. En dat is waar mijn organisatie toch wel wat moeite mee heeft. Maar wat bedoelt u dan met het kan hun gevoelens kanaliseren?
Nee, wat we willen voorkomen is dat ze overgaan tot het hebben van seks met kinderen. Dat is absoluut, daar zijn we het allemaal over eens, dat is niet acceptabel. Maar als je geboren wordt met pedofiele gevoelens, als je pedofiel bent bij geboorte, dan is dat wel iets waar je mee moet leren leven. En ook met het feit dat je dus dat nooit kunt beleven of uitleven. Mm-hmm. Maar er zitten wel seksuele gevoelens achter. Nou, als iemand dat nou op die manier beleeft, als je dus als dit een uitlaatklep is, dan is het eigenlijk nog niet de slechte uitlaatklep. Als je een boek leest en dat je daar die bevrediging bij vindt, dan hebben wij dat liever, dat iemand dat boek leest, dan dat iemand daadwerkelijk tot dat misbruik overgaat, omdat je het dan wellicht onderdrukt hebt. Ja. En is daar dan wel onderzoek naar gedaan, dat er dus een preventief effect van uitgaat? Want dat is wat u bepleit. U zegt, nou, verbied het vooral niet, want er gaat een preventief effect van uit. En naar het verbieden het effect daarvan, dat is niet onderzocht. Is dat preventieve effect dan wel onderzocht? Nee, sterker nog, ik zeg het allebei. Voorkomt dit het misbruik? Er is geen onderzoek gedaan naar het feit of dit misbruik voorkomt of dat het risicoverhogend is. En wat ik dan denk is, laten we eerst eens kijken, is dit nou effectief en helpt dit? En daar wil ik ook nog een andere kanttekening. We hebben het als VVD zelf onderzocht. Mag ik daar ook nog een andere kanttekening bij plaatsen? Ik wil graag even reageren. Ja, doe dat eerst maar. Dan mag u zo meteen het volgende punt maken, mevrouw Gerkens. Ja. Wij hebben het zelf ook onderzocht als VVD. En op de eerste plaats moet je ook in de wet een duidelijke norm durven stellen. Dat is dan omdat we de bescherming van kinderen voorop staat. En waar dan die mensen, die pedofielen, hun seksuele bevrediging vandaan halen, dat staat voor mij niet op één. Dat staat toch echt de bescherming van die kinderen. En er is wel degelijk ervaring, en dat blijkt dus uit ons eigen onderzoek, namelijk dat in Engeland, Wales en Noord-Ierland er dus al veroordelingen zijn geweest voor het bezit hiervan. En dat het Nederlandse strafrecht, artikel 240b, toch echt uitgaat van de afgebeelde jeugdige. En als het textueel wordt beschreven, zoals dus in zo'n handboek, dan is dat niet strafbaar. Nee, dat in is nu niet strafbaar. En in Engeland is dat wel strafbaar. En u zegt, daar hebben ze inmiddels verboden. Ja. Of dat ook leidt tot minder kindermisbruik, weten we natuurlijk niet, of wel? Nee, maar dat is natuurlijk heel vaak zo met verboden. Ik vind ook dat we er geen. Ik denk dat we helemaal geen. Ook die slachtoffers waar ik contact mee heb. Ja, die hebben helemaal geen behoefte aan een hele academische beschouwing hierover. Daar zijn we in Nederland altijd erg goed in. Ik vind dat de dingen die in het boek staan, ook wat ik net noemde, dat zijn geen ongemakkelijke dingen. Dat zijn natuurlijk de meest grove. En ik heb het nog voor u algemeen omschreven, omdat het anders gewoon echt onsmakelijk wordt. Als ik dat. En daar word je echt onpasselijk van als je dat leest. En dan zijn het ook nog allerlei tips dus om dingen als DNA-sporen het karakter, uit te wissen. Het karakter van het boek hebben we gehad. We gaan even naar mevrouw Gerkens. U wilde nog reageren. Ja, ik zeg toch opnieuw dat het echt verboden is bij wet om op te roepen tot misdrijven of aan te zetten tot misdrijven. En dat is echt in dit hoofdstuk waar de heer Van Weijgaarden op doet, echt van toepassing. En hij kan wel neeroepen. Nou, maar ik heb nogmaals, toevallig gisteren met de minister van Justitie besproken. Dat op het weet moment ik. Dat je dit boek actief verspreidt of dat je dit boek maakt, dan ben je inderdaad opruimend bezig. Maar als je het hebt, niet. Maar louter het bezit is in Nederland niet strafbaar. Mevrouw Gerkens? Ja, nou ja, goed, dat is dan een semantische discussie. Helemaal niet. Dat is gisteren door de minister van Justitie als zodanig bevestigd. Ik snap het op zich ook wel, hoor, mevrouw Gerkens, wat hier gezegd wordt. Je mag het niet maken, je mag het wel hebben. Semantische discussie, onzin. Oké. Okay. Ja. Mag ik even uitpraten? Ja, u mag. Dank u wel. Ja. Nou, kijk, nogmaals, waar het ons om gaat is van voorkomen we hier nou het misbruik van kinderen? En zou u willen dat daar onderzoek naar gedaan wordt? Nou, wat ik zou willen is dat we onze tijd en energie inzetten op het opsporen, het pakken van de daders en het opsporen van slachtoffers. En wat hier weer opnieuw het voorstel wordt gedaan rondom een boek wat we allemaal zeer onwenselijk vinden, dat wil ik ook echt wel benadrukken. Mm-hmm. Want het is een verschrikkelijk boek. Althans, dat hoofdstuk is verschrikkelijk, want een groot deel van het boek is dat niet. We kunnen natuurlijk tegen de politie zeggen, gaat u lekker alle mensen vervolgen die dat boek in bezit hebben. Ik heb veel liever dat de beperkte werkdruk menskracht die de politie heeft wordt ingezet op het opsporen en vervolgen van daders. Okay. En als meneer Van Weijgaarden daar nou een signaal had gegeven, dan had hij gisteren aan de minister gevraagd om die capaciteit te verdubbelen. Ja, okay. Dan hadden we echt wat zoden aan de dijk gezet. Er zit hier een advocaat in de studio, Anis Boumandjal. Mag ik u vragen hoe u luistert naar dit gesprek? Nou ja, uw microfoon wordt opengezet, hoop ik, ja? Gaat uw gang. Ja, nee, waar ik met name aan zit te denken is dan, je hebt, als het gaat om, hoewel de vergelijking misschien niet helemaal opgaat, maar je hebt natuurlijk ook boeken, hoe pleeg je misdrijf zoals een inbraak of een bom of dat soort dingen. Aan de ene kant snap ik, een verwerpelijke, als ik die inhoud nu al hoor, dan word ik er onpasselijk van. Laat staan als we verder gaan. Maar aan de andere kant vraag ik mij af in hoeverre dat effecten sorteert door het vervolgen. We hebben natuurlijk ook literatuur, hè, waar het gaat over kinderporno, Lolita van Nabokov bijvoorbeeld. Zou dat ook verboden moeten worden, meneer Van Weijgaarden?
Ik denk dat je daar ontzettend voorzichtig in moet zijn. En dat is ook waarom minister van Justitie, die overigens al meer geld heeft gekregen voor aanpak van zeden, dat hij daar, bedoel, daar doelen we natuurlijk niet op. Dat is een andere categorie wat u betreft. Ja, en kijk, de officieren van justitie, die wil je het natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken om mensen met dit soort bedoelingen aan te pakken. Dus je maakt het juist hen het werk hier makkelijker in, zeg ik ook even in reactie op mevrouw Gerkens. Want als je dan zo'n boek alleen al aantreft dat je het hebt, ja, dan ben je het dus van plan. Ja, dan geef je hiermee justitie een wapen in handen om toch wat te kunnen doen. Laatste woord aan mevrouw Gerkens. Ja, dat is een invulling, denk ik, van meneer Van Weijgaard. Dat als je dat boek in bezit hebt, dat je ook van plan bent om kind te misbruiken. Wat de politie nu doet, is dat ze kijken naar de omstandigheden. Heb je zo'n boek in bezit? Heb je ook afbeelding van seksueel misbruik? Dan ben je strafbaar als je het optelt. Dan ben je strafbaar. Okay. Dan kun je ik ga dank jullie maken, wel zeggen. Maar enkel het feit dat je het in bezit hebt niet. Jeroen Weijgaard en Arda Gerkens, beide hartelijk dank. En ook Tanja Hoogwerf en Anis Boemanjal. Ja, dank u wel. Groningen-Utrecht 0-0, nog steeds zometeen bureau Buitenland. Erik Arends, aandacht voor.